Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van onze vlog. Ik ben in Apeldoorn, ik ben onderweg naar Brownies & Downies Apeldoorn. Wij gaan hier een medewerker oppikken die met ons meegaat naar de bakkerij hier in Apeldoorn, waar alle broden van Brownies & Downies gebakken worden. Ik ben heel benieuwd. Hoi, ik ben Brechtje. En jij bent? Ik ben Lian. En waar zijn we vandaag? In de bakker. We gaan naar de bakker toe inderdaad. En we zijn nu bij Brownies & Downies Apeldoorn en we gaan straks bij Fighter kijken. Want Fighter bakt alle broden van Brownies & Downies. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Kijk. Hoi, Sander. Ben je er helemaal klaar voor nu? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Kijk. Zie je dat? Dit is zeg maar een mix om walkorn mee te maken. Ja, een heel donker brood. Ik zou heel licht brood mee te maken. Ja. Dit is zout. Wat is het verschil tussen wit en bruin brood? In wit brood je maalt eerst een hele tarwekorrel, daar begint het brood mee. En door wit brood ga je dan zeef je eigenlijk alles eruit. De zemelen, de kiemen, alles zeef je eruit. En dan krijg je witte bloem. En bij bruin brood, of bij volkoren brood, gebruik je de hele korrel. De zemelen, alles zit erin. En bij bruin brood doe je de helft wit en de helft volkoren. En dat is bruin brood eigenlijk. Oké. Alle grondstof komt automatisch daarin. Dan staat er onder een knede. Dus zodra de knede leeg is, valt het hele deeg van de boven voorgemengd staat, valt er weer in.
Zie je waar we nu naartoe gaan? Waar we nu naartoe gaan. En kijk maar eens even. Naar de bak, hè? Ik zie hier, maar ik heb nou 50 verschillende activiteiten. Dus ja, elke keer andere dingen maken ze hier. Nu maken ze taart, vanmiddag maken ze misschien wel moorkoppen of makkapunten. Of ja, maar die, ja. Jan, hartstikke bedankt voor de hulp. Alsjeblieft. Ik ben er wel. Kijk eens. Ik heb een mooie tas gekregen, dat ik zo'n mooie rondleiding heb gehad. Nou, dan gaat hij mee naar de dames en dames, die vrouwtjes. Hé, hey, ja, we hebben nog iets super lekkers gekregen om uit te delen op werk. En dat zijn de taarten. Handgemaakt. Ja. Handgemaakt. Ja, bij Fuiten. Wel knap van die mensen dat ze kunnen. Vind je ook? Ik vind haar heel knap. Echt een ambacht. Ja.